Vrijdingsdag werd natuurlijk ook in Ede gevierd. De Edese markt was voor één dag omgetoverd tot een speelparadijs. Van een treintje tot pannenkoeken versieren, alles was mogelijk. Maar weten de jonge aanwezigen wel waarom er vandaag zoveel te beleven is? Omdat Nederland bevrijd is van de Duitsers en dat is namelijk nou een heel groot feest geworden. En heel Nederland doet er bijna aan mee. En vind je dat belangrijk dat het gedaan wordt? Ja, dat is wel belangrijk. Bijvoorbeeld gisteren 2 minuten stil zijn, dat is wel belangrijk. Ben je zelf ook 2 minuten stil geweest? Ja, wij zaten thuis lekker op de bank, zaten we 2 minuten stil. En waar dacht je dan aan? Ik dacht aan al die mensen die omgekomen waren in de Tweede Wereldoorlog. Ja, weet je eigenlijk wat voor dag het vandaag is? Ja, 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, weet je wat we dan herdenken of vieren? Ja, de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Ja, wat vind je daarvan? Nou ja, als er nu nog oorlog was, dan was ik niet blij. Tenminste, zonder die bevrijding zaten we nu nog in de oorlog. En weet je ook wat we vandaag vieren? Bevrijdingsdag. Ja, en weet je wat het inhoudt? Dat we bevrijd zijn van de oorlog. Ja, dat is ook lang geleden. Wat vind je er zelf van, dat we dan nog steeds aan denken? Leuk, want dan kun je ze niet vergeten. Maar naast het denken van de vrijheid draait voor de kinderen natuurlijk ook om plezier maken. Wat vind je het leukste? Het springen. Dat skelteren daar. Nou, ik ben gek van tanks en andere wapenvoertuigen van de Tweede Wereldoorlog. En ik heb er een spreekbeeld over. Dus we gingen even kijken wat er allemaal te doen was op de markt.